gitaar. De gitaarhouding. We streven ontspanning na. Daarvoor gaan we op het tipje van de stoel zitten. Zeker niet zo, gewoon recht. En men zit op de stoel op de zitbeenderen. We plaatsen een voetbankje onder onze linkervoet. En we zorgen dat ons linkerbeen in een rechte hoek staat. Dan plaatsen we ons rechterbeen opzij. We gebruiken twee lapjes. Anti-slip. Op de markt te verkrijgen, dat plaatsen ze onder matten. Zodanig dat de gitaar eigenlijk zonder handen kan vastgehouden worden. De arm wordt op de gitaar gelegd, de rechter onderarm, in het verlengde van de kam. En op die manier valt uw hand onmiddellijk op de juiste plaats. We spelen ook gitaar zoals een zombie, eigenlijk, met losse polsen. Je laat gewoon je handen vallen en dan plaats je je handen tegen de gitaar en dan staan die polsen goed. Ook belangrijk is de manier waarop dat je duim passeert aan je vingers. Dit op twee nevenliggende snaren. De kop van de gitaar bevindt zich op ooghoogte. Let ondertussen ook op het stemapparaatje. Moderne stemmertjes kunnen op de kop vastgemaakt worden en laten stemmen toe, heel nauwkeurig. Zeker in het begin is dat aangewezen.